Hoe kon het dat in de Gouden Eeuw zelfs belasting moest worden betaald voor het gebruik van wind? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit keer beginnen we in 1650 en wel op 30 juli in de vroege ochtend op de heide buiten Hilversum. Het heeft geregend die nacht en er is mist ontstaan. En op die heide dwalen groepen soldaten rond die op weg zijn naar Amsterdam. Maar hun opdracht is geheim. Zo geheim dat ze zelf niet eens precies weten wat de bedoeling is. En dankzij die mist zijn ze de weg kwijt. Op dat moment worden ze ingehaald door een eenzame ruiter. Die ruiter is afkomstig uit Hamburg en die brengt de post uit Hamburg naar Amsterdam. Dat heeft hij al heel vaak gedaan en dus weet hij de weg wel. En hij bereikt Amsterdam aanzienlijk eerder dan die soldaten. Hij verwittigt onmiddellijk de burgemeesters op het stadhuis dat hij iets vreemds gezien heeft. En die burgemeesters besluiten om onmiddellijk de poorten te vergrendelen. En dat is heel verstandig van ze, want die soldaten hadden de opdracht om Amsterdam in het geheim te bezetten. Dat deden ze in opdracht van de opperbevelhebber van het leger, Willem II. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Willem met deze aanslag op Amsterdam, zoals dat later is gaan heten, een staatsgreep pleegde. Want hij probeerde de burgemeesters van Amsterdam, de stad Amsterdam, te dwingen tot een politieke koerswijziging met behulp van het leger. Zuid-Amerikaanse toestanden in Nederland in de 17e eeuw. Hoe kon het zover komen? Nou, een mogelijke verklaring is het karakter van Willem II. Uit allerlei getuigenissen weten we dat Willem II een behoorlijk opvliegerig mannetje was. Een temperamentvol persoon. Om het nog wat erger te maken, hij was een aantal jaren tevoren getrouwd met een echte koningsdochter. De dochter van de Engelse koning Karel I. Door dat huwelijk had Willem het uiteraard hoog in de bol gekregen. Hij had het idee, ik behoor nu tot de echte royalty van Europa. Maar als we wat langer naar die gebeurtenissen kijken, dan moeten we vaststellen dat het karakter van Willem eigenlijk nog het minste van zijn problemen was. Er gebeurde van alles in het Europa van die dagen, die Willem zeker ook zal hebben aangemoedigd om tot deze drastische stap over te gaan. In de allereerste plaats was het jaar tevoren zijn schoonvader op het hakblok, met andere woorden op het schavot, om het leven gekomen in Engeland. Die dood van zijn schoonvader was het resultaat van een langlopend conflict tussen de Engelse koning en het parlement daar. Maar dat conflict dat kaderde weer in een hele serie conflicten die juist in deze periode werd uitgevochten tussen vorsten en hun onderdanen. Overal in Europa was er strijd tussen aan de ene kant de regering en aan de andere kant de burgers van die verschillende landen. Eigenlijk zoals dat in Nederland in de 16e eeuw tijdens de opstand ook het geval was geweest. Dus Willem dacht, als ik mijn gezag niet laat gelden, dan lopen ze over mij heen. Willem had nog een tweede probleem. In 1648 was de Vrede van Münster gesloten. Die maakte een einde aan de 80-jarige oorlog. De reden waarom die Vrede van Münster was gesloten, was dat heel veel mensen in Nederland oorlogsmoe waren. Die hadden geen zin meer in die oorlog. Die vonden al dat bloedvergieten een probleem. Maar vooral ook, dat speelde in Amsterdam een grote rol, de kosten van de oorlog waren echt wel heel zwaar geworden. Maar Willem II verzette zich tegen dat vredesverdrag. En de reden daarvoor is niet moeilijk te begrijpen. Als opperbevelhebber had hij er belang bij om het leger groot te houden en om gelegenheden te creëren om zijn strategisch inzicht te demonstreren.
Zowel zijn vader, Frederik Hendrik, als zijn oom, Maurits van Nassau, waren in heel Europa beroemd geworden als veldheren. Ze hadden allerlei klinkende overwinningen behaald. En uiteraard had Willem zijn voor ogen dat dat ook hem gegund moest zijn. Maar juist die Amsterdamse burgemeesters, hè, Amsterdam had in de 17e eeuw niet één, maar vier burgemeesters, die alsmaar roeleerden in dat ambt. Die burgemeesters die waren erop gebrand om het leger te verkleinen en op die manier zeg maar een vredesdividend te incasseren. En toen Willem niet naar hun overwegingen wilde luisteren, toen besloten ze om op eigen gezag delen van het leger naar huis te sturen. En daarmee kwam natuurlijk de vraag wie nu eigenlijk de baas was over dat leger en meer in het algemeen in het land wel heel duidelijk op tafel te liggen. En dat verklaart voor een belangrijk deel die staatsgreep die Willem pleegde. Kunnen we hem dat nu helemaal aanrekenen? Ik denk het niet. Want die staatsgreep was eigenlijk het gevolg van een probleem dat de grondleggers van de Republiek al tientallen jaren eerder hadden gecreëerd. In 1579 hadden de opstandelingen een verdrag gesloten, eigenlijk een soort grondwet gecreëerd, de basis waarop de nieuwe staat die zij aan het bouwen waren zou worden opgetrokken. En in die Unie van Utrecht, daarin waren eigenlijk twee zeer tegenstrijdige ideeën neergelegd. Aan de ene kant beloofde de opstandige provincies met elkaar te gaan samenwerken alsof zij maar één provincie waren. Dus met andere woorden, ze besloten om een soort eenheid te creëren. Ze zouden samen een leger op de been brengen. Ze zouden samen belastingen gaan heffen. En ze zouden allerlei dingen samen gaan doen. Tegelijkertijd zeiden ze, ja, we gaan wel samenwerken, maar dat moet gebeuren onverlet. En toen kwam er een enorme reeks van uitzonderingen, allerlei bepalingen die in het verleden aan die verschillende provincies gegeven waren en die ze niet wilden opgeven. Het lijkt de Europese Unie wel. Het rare is, dat systeem dat zag er op papier ontzettend ingewikkeld uit, maar in de praktijk bleek het desalniettemin te werken. En hoe kwam dat nou? Nou, een eerste succesfactor, en misschien wel de allerbelangrijkste, was dat het bestuur in de 17e eeuw dicht bij de burgers stond. Regenten, de mensen die in stadsbesturen zaten, die vertegenwoordigden hun achterban in de provinciale staten. En die provinciale staten stuurden weer vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal. Dus als je invloed wilde uitoefenen op het beleid van de Staten-Generaal, dan moest je gewoon aankloppen bij de stadsbestuurders in jouw woonplaats. En uit allerlei gegevens die tijd weten we dat de burgers exact wisten achter welke voordeur de burgemeesters woonden die in dat jaar in functie waren. Want als ze iets te klagen hadden, dan lieten ze zich daar aandienen. En als ze echt boos waren, dan gingen ze daar voor de deur joelen. En als het ze echt niet aanstond, de ramen ingooien en de wijnkelder plunderen. Maar over het algemeen was dat niet nodig. Konden zij met die regenten heel goed uit de voeten. Dat blijkt onder andere uit het feit dat ze bereid waren om heel veel belasting te betalen. Nergens werd zoveel belasting betaald in de 17e eeuw als uitgerekend in Nederland. En er is een beroemd verhaal van een Engelsman die zich hierover verbaasde. En die zei, als je in Amsterdam een maaltje vis eet, zeg maar een kroket met een patatje, dan zitten daar wel 30 verschillende belastingen op. In Holland was het inderdaad zo erg dat er belasting werd geheven op de wind. Molenaars in Holland betaalden het recht van de wind, hè, zodat de wind in de wieken van hun molens kon waaien. Dus je ziet wel hoe inventief de Belastingdienst in de 17e eeuw was. En als we ons formulier invullen over een paar maanden weer, dan denk nog eens aan die arme mensen in de 17e eeuw. Nou, het bestuur in de 17e eeuw was niet alleen
Had een breed draagvlak omdat mensen wisten waar die bestuurders woonden. Omdat je ze op straat kon tegenkomen. Dat je ze zelf kon aanspreken. Maar ook omdat heel veel mensen bij het bestuur betrokken waren. Die regenten waren over het algemeen mannen. Maar bijvoorbeeld de weeshuizen. Die hadden vrouwelijke bestuurders. De zogenaamde weeshuismoeders. Die als taak hadden om erop toe te zien dat de meisjes in die weeshuizen een goede opvoeding kregen, dat die genoeg te eten kregen, enzovoort, enzovoort. En vergeet niet, in de 17e eeuw zaten de weeshuizen heel vol, want mensen stierven aan alle kanten en het kwam dus ontzettend vaak voor dat kinderen zonder ouders achterbleven. Een andere groep mensen die bij het openbaar bestuur betrokken waren, waren de leden van gilden. Gilden waren beroepsorganisaties. In een stad als Amsterdam had je daar vele tientallen van. Bijna elk beroep was in een gilde georganiseerd. Die hadden allerlei taken opgedragen gekregen van het stadsbestuur. Maar ze lobbyden ook bij dat stadsbestuur. En vaak kregen die lobby's ook hun zin. Dus op die manier konden mensen ook weer invloed uitoefenen op het bestuur, ondanks het feit dat ze in de 17e eeuw geen stemrecht hadden. Die betrokkenheid van burgers bij het openbare leven wordt misschien wel het allermooiste geïllustreerd door schilderijen die gemaakt werden van de schutters. En daar gaan we nu een plaatje van zien, want het beroemdste schilderij uit de 17e eeuw, dat heeft dus precies betrekking op de betrokkenheid van burgers bij het openbare leven. De mensen die Rembrandt afbeeldde op de nachtwacht waren officieren van de schutterij. Mensen die in hun vrije tijd, in de avonduren, soms ook overdag, zonder betaling, meededen aan een taak die nu eenmaal gebeuren moest. 'S Nachts in de steden was er geen politie op de been, die mochten naar bed. En dan werd de orde bewaakt door gewone burgers. Die mensen die moesten één keer in de maand ongeveer een nacht rust opofferen om bij te dragen aan het patrouilleren door de straten. En tussen de bedrijven door dronken ze ook een stevig glas bier. Maar wat nou zo interessant is, die officieren van de schutterij, bijvoorbeeld op de nachtwacht, die vonden die taak zo belangrijk dat ze die ook wilden laten vereeuwigen voor het nageslacht. De mensen op dit schilderij, die hebben allemaal 100 gulden betaald, elk stuk voor stuk, om door Rembrandt vereeuwigd te worden op een schilderij dat nooit bij hun thuis zou komen te hangen. Sterker nog, dat schilderij was bedoeld om opgehangen te worden in een openbaar lokaal. Het schuttersgebouw, waar feesten en partijen werden gevierd, waar mensen bij elkaar kwamen voor allerlei gelegenheden. En dan kon je roepen, kijk, daar staat mijn oom, of de overbuurman van een kennis van mij. Met andere woorden, deze mensen die wilden laten zien hoe zij betrokken waren bij het openbare leven en op die manier eigenlijk iets nalaten voor het nageslacht. Halverwege 1650, zoals ik aan het begin vertelde, probeerde Willem II een staatsgreep te plegen. Die staatsgreep die mislukte half, maar die lukte ook voor een stukje, want de bestuurders van Amsterdam waren echt wel heel erg geschrokken en die bonden in. Maar toen sloeg het toeval toe. Want een paar maanden later kreeg Willem II de pokken. Het gebeurde heel veel in de 17e eeuw. De dokter had geen remedie en hij overleed. Ik denk dat een klein gejuich opsteeg in de vergaderkamers van heel wat stadhuizen in Holland en daarbuiten. En het was in ieder geval het signaal voor de regenten om snel terug te keren naar de normale verhoudingen. En dat betekende in dit geval dat ze een vergadering uitschreven waar ze gingen praten over waar het met het land naartoe moest. De grote vergadering, 8 maanden lang, werd er vergaderd in de ridderzaal op het Binnenhof, ook toen al. Boven hun hoofden hingen de vlaggen, die waren buitgemaakt op het Spaanse leger. En daar gingen ze
polderen. Hè? Ze gingen praten over hoe het verder moest. Eén ding waren ze het al heel snel over eens. Een stadhouder, daar zien we voorlopig niet veel heil in. Maar of ze het afkonden zonder stadhouder en of polderen wel genoeg was, dat is een vraag die we in het vijfde college nog eens goed tegen het licht moeten houden.